dames en heren. Wij zijn van 101 TV voor het programma De Crisis. En wij gaan vandaag in het centrum van Driebergen mensen interviewen over de economische crisis. Iris hier, mijn collega, gaat nu wat vertellen over de economische crisis. Ja. Nou, we weten allemaal dat er gevolgen zijn van de economische crisis. Allemaal heel vervelend en zo. En daarom gaan we nu kijken hoe het zit bij de ondernemers en de consumenten. Ja, daar zijn we weer. Wij staan nu voor Bloemetjekunst De Sluis. Dit is meneer Van Vught en hij is de eigenaar van deze winkel. En meneer Van Vught, merkt u veel van de economische crisis? Niet veel, maar we merken het wel, in zekere mate. Ja. Okay. Duidelijk wat minder besteding. Gemiddelde besteding van de consument is lager dan gebruikelijk. De afgelopen winter is het heel koud geweest, dus speelt het ook een belangrijke rol. Mensen wat minder buiten komen. Oké. Okay. Nou, dat was het dan. Dat was alles al. Heel erg bedankt voor uw medewerking. Graag gedaan. Hallo, we zijn nu bij Viskraam van de Geest op De Sluis. En we gaan nu twee vragen stellen aan de eigenaar. Hallo meneer, zou ik wat kunnen vragen? Heeft u last van de economische crisis? Nee, we hebben niet, tot nu toe geen last van. En hoe komt het zo, denk u? Omdat ik denk dat de mensen best wel de tijd nemen om zelf wat keus te bereiden. Om minder uit eten te gaan. Eigenlijk dat vooral de jongere mensen, de werkende mensen, er veel last van hebben van de crisis. De oudere mensen die al met pensioen zijn, die hebben al voor hun geld gewerkt en die werken er eigenlijk vrij weinig van. Ja, en zoals u bij de viskraam kon zien, de mensen die veranderen niet echt in het kopen van vis. Want ze gaan bijvoorbeeld minder uit eten, waardoor ze weer meer vis kopen bij de viskraam. Dus zo kan het ook nog voordelen hebben. Nou, heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Ja, en tot de volgende! Goedemiddag, beste kijkers. Je bent hier, beste kijkers, welkom bij TV 101. Ik mag even. Goedenavond, welkom bij 101 TV. We zijn hier voor het programma De Crisis live in Driebergen. We zijn hier van het programma De Crisis en wij gaan het vandaag hebben over de economische crisis. We zijn hier live in Driebergen en zo meteen. Mevrouw, mag ik u een vraag stellen? Tuurlijk. Heeft u veel last van de economische crisis? Ja. Okay. Nou, heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. We make it clap. We make it clap. Huh. Yeah.